Zes dagen per week sporten, ubergezond eten en cosmetische ingrepen onderzoeken. In de vorige afleveringen kon je zien wat ik allemaal doe om die nieuwe Stijn te realiseren. Maar ik ben nog niet klaar, want hoe word ik, naast lichamelijk, ook mentaal sterker? Ik ben namelijk nog steeds niet tevreden met wat ik in de spiegel zie. Ik hoop meer zelfverzekerdheid te krijgen door af te kijken bij twee mannen die allebei erg lekker in hun vel zitten. Van 0 tot 10, hoe tevreden ben je met jezelf? 9,5. 9,5? 9,5. Je hebt het vast wel eens gehoord. Leer meer van jezelf houden, gewoon zoals je bent. Maar ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan als je alleen maar knappere en gespierdere mannen voorbij ziet komen. 51% van de mannen in Nederland geeft dan ook aan dat hun social media een negatief invloed geeft op hun zelfbeeld. Maar hoe zorgen we er dan voor dat je geen minderwaardigheidscomplex krijgt na het scrollen door je favoriete apps? Social media heeft wel een groot impact, omdat ik daar heel veel kijk naar filmpjes van voorbeelden waar ik met mijn lichaam naartoe zou willen. Dat kan een goed effect hebben op sommige dagen en dat kan ook een minder effect hebben, dat ik ineens naar mezelf kijk van shit, ik ben er nog niet. Van die acteurs, van die sexy acteurs in sixpack zien met de titel Man van het Jaar, dan begin je ook wel naar jezelf te kijken en dan begin je daar wel toch wel onzeker over te worden. Ik denk toch wel dat als je bijvoorbeeld een Memphis Depay's lichaam ziet op Instagram, dat je denkt ook van, oh, zo, dat lichaam wil ik ook wel, weet je. Als ik op social media scroll, zie ik allemaal perfecte lichamen, gezichten. En dan denk ik van, zijn deze mensen er ook zo buiten Instagram? En dat vind ik een heel moeilijk idee. Ik zie alleen maar perfecte plaatjes eigenlijk. Ik zie niet veel mensen met oneffenheden die de frontpage van Instagram bereiken of zo. Ruim de helft van de ondervraagde mannen is van mening dat social media een slecht invloed geeft op hun zelfbeeld. Wat doet dat in ons brein? Ons brein heeft de nare eigenschap om dingen zelf in te gaan vullen. Dus we zien iets op social media en dan maken we daar een eigen context bij. Hè, stel, jij loopt op de redactie en daar staan drie collega's met elkaar te praten en op het moment dat jij langsloopt valt het stil en beginnen ze te lachen. Wat denk je? Dat ze over mij praten. Exactly. Nou, we hebben een bevroren beeld en daar gaan we zelf een verhaaltje van maken. Nou, iedereen doet zijn best om er op social media goed uit te zien. En je pakt dus altijd je mooiste foto en dan denk je, oh, die gast heeft het allemaal helemaal voor elkaar. Of die is nooit onzeker. Maar dan weet je niet of dat zo is. En ons brein maakt geen onderscheid tussen echt en nep. Dus dat wat jij jezelf vertelt als verhaaltje, ga je helemaal geloven. En als je dus heel veel op social media kijkt en heel veel kijkt naar die mooie plaatjes van anderen, zeker op een dag dat het allemaal niet lukt, dat je verkering is net uit, het is grijs weer. Maandagochtend, allemaal. Dan zie je van die mooie plaatjes en dan denk je, potverdorie, wat een sukkel ben ik dat niet heb. Ja, ik herken dat wel. Ik volg heel veel mannen die wel zeg maar voldoen aan het schoonheidsideaal. Dus allemaal sixpacks hebben en allemaal super knap eruit zien. Ja. En ik streef daar ook naar. Ja, ontvolgen dus. Want ontvolgen? Als je zegt van ja, ik ga er zo slecht op om jouw woorden te gebruiken. Dan zou ik zeggen, haal ze lekker van je dingen af. Daar word je toch niet blij van? Oké. Dus om me gelukkiger te voelen moet ik die mooie mannen maar gaan ontvolgen. Maar voordat ik dat doe heb ik afgesproken met zo'n man, Robin Sterk. Hij is bodybuilder, fitness influencer en heeft een OnlyFans profiel. Hij heeft vaker geen shirt aan dan wel en komt heel zelfverzekerd op me over. Zou ik wat van hem kunnen leren? Oké, nou dat soort foto's zou ik dus nooit van mezelf durven posten, denk ik. Jij doet het wel, maar ben jij wel eens onzeker? Eigenlijk ben ik niet echt onzeker, want ja, als je geld met je lichaam kan verdienen, dan denk ik niet dat je onzeker hoeft te zijn. Als ik nu ergens naartoe ga en ja, er zijn honderden vrouwen, dan ja, zou ik eerder mijn geld erop zetten dat er geen één zal zijn die me zal afwijzen dan iemand die het wel zal doen. Serieus? Ja. Maar hoe was dat vroeger dan? Vroeger was het eigenlijk juist het tegenovergestelde. Vroeger was ik dus juist best wel heel onzeker. Als ik dan ergens naartoe ging, bijvoorbeeld met vrienden, dan moesten ze me er echt
bijna tegenaan duwen. En dan dacht ik van, oké, misschien moet ik het eens proberen. Toen dacht ik, nou, dat is wel leuk. En eigenlijk in de fase dat ik begon met fitnessen, zeg maar. Ja, toen ja, groeide het gewoon, denk ik, ook met een stukje volwassenheid. Ja. Maar heb je dan niet dat je 's ochtends wakker wordt en dat je in de spiegel kijkt en ik denk dan echt, fucking hell, hoe ga ik dit een soort van nog leuk maken voor de dag? Je hebt geen dag dat je onzeker bent. Ja, ja, ik ben eigenlijk gewoon niet echt onzeker. Als ik 's ochtends opsta, dan denk ik wel, wow, word ik zo wakker? Nou, dan ga ik onder de douche en dan droog ik me af en dan kijk ik naar de spiegel en dan denk ik, uit. Hoe word je zo zelfverzekerd? Heb je tips voor mij om zelfverzekerder te worden? Echt tips? Ja, de dingen die ik zelf heel vaak deed was bijvoorbeeld tegen mezelf zeggen, ik ben goed genoeg, in de spiegel kijken. Ik heb ook heel veel boeken gelezen, dat hielp me ook heel erg. Dus over visualisatie, jezelf overtuigen van dat je iets bent wat je wil zijn. Nou, en het lichaam heb ik er gewoon omheen gebouwd. Ik train nu 8 jaar, maar ja, nog steeds elke dag denk ik, het kan beter of ik kan harder trainen. Mag ik 1 sneak peek? Tuurlijk. Want dit vind jij dus niet goed genoeg, dit is een sixpack. Ja, bijna. Dit vind jij nog niet goed genoeg? Ja, maar dat komt omdat ik zeg maar weet dat ik beter kan. Maar ik denk ook wel als je zeg maar een bepaald ideaal beeld hebt gecreëerd voor jezelf, omdat ik dus dat als fitnessmodel en als bodybuilder doe. Denk ik, op het moment dat je dat hebt bereikt, dan wil je daarop blijven. Ik heb ook wel eens fases gehad dat ik dacht van, ah, oh, weet je, ik kan wel wat meer aandacht gebruiken vandaag. Dan post ik gewoon een foto op Instagram en dan ging die comment lezen, dacht ik, oh ja, nice. Maar ben je dan juist niet heel onzeker, omdat je dan dus een foto post voor de reactie van anderen? Nou, vind ik niet. Want als je echt dusdanig zo onzeker bent, dan post je zoiets niet. Om te ervaren hoe het is om net zo zelfverzekerd te zijn als Robin, ga ik mee naar zijn fotoshoot. Zelf ga ik ook een paar spannende kiekjes maken voor mijn weg naar zelfacceptatie. En laat ook Bappi daar nou het voorbeeld van zijn. Hij is een fat liberationist. Dat is een beweging die het negatieve beeld rondom dikheid wil doorbreken. Bappi, van 0 tot 10, hoe tevreden ben je met jezelf? 9,5. 9,5? 9,5. Ben jij altijd zo blij geweest met je lijf? Ja, maar ik heb voordeel gehad. Ik heb een moeder gehad die nooit me heeft gestraft voor het dik zijn. Die was gewoon like, chill, doe je eigen ding. Positieve feedback gekregen van de black community. De dingen zoals Missy Elliott was bijvoorbeeld echt heel mooi om te zien als je heel jong bent. En als iemand tegen me zei, leuk kopje, maar het lichaam eronder, tof, ik hoef je ook niet te neuken. Dus we gaan weg. Ja, zo simpel is het. Jij zet je op social media in voor fat liberation, maar eigenlijk de enige mannen die ik zie zijn mannen met sixpacks en spieren. Hoe komt dat volgens jou, dat ik zo weinig plus-size mannen zie? Wel, duidelijk zoek je erna. De hashtags zijn er en de community is er ook. Maar het is ook zelf van, het is een mix. Het is mannen zelf die elkaar afstraffen natuurlijk. Omdat als je kijkt naar Hollywoodfilms en noem maar op, de getrainde lichaam is het meest gewilde lichaam. En als je een dikke man ziet, is het soort van de funny sidekick, noem maar op. Dus... Maar wij zijn toch eigenlijk, wij verschillen niet per se heel veel qua leeftijd. Maar dus, en ik ben echt opgevoed met porno met sixpacks, billboards met sixpacks. Iedereen heeft spieren, iedereen is echt fucking keihard qua lijf. En jij hebt geen seconde gedacht, ik wou dat ik dat lichaam had. Nooit. Nee, als ik niet naar de gym wil, dan ga ik niet naar de gym. Want dit is hoe ik ervoor kies om uit te zien. Zo simpel is het. We hebben dezelfde maat. Mm-hmm. Ik ben benieuwd hoe XL bij ons staat. Let's go. Ja? Fashion battle. En heb je wat gevonden? Ik heb alles wat ik nodig heb. Ja? Ja. Ik ook. Passen? Laat het doen. Ja? Maak me wel zorgen om je keuze. Nou. Zwart voor de zomer is weird. Is leuk. Het is een look. Ja, en jij weet natuurlijk beide zijden van de medaille, want je bent geboren in een meisjeslijf. Yep. En je bent man nu. Is onzekerheid anders bij vrouwen dan bij mannen? Kijk, meiden die staan in de spiegel en die kijken naar dit en denken, yo, meiden, maakt me dik. En dan zeggen ze de helft ja en de ander zegt, nee, je bent prachtig. Wat je nooit moet doen, dat is fucking rude. Dat is meer, het wordt besproken, je mag onzeker zijn. En bij mannen is dat niet een ding. Het zit heel veel laag in. Praat over je uiterlijk of je gevoelens algemeen. Wordt er heel snel gestraft. Het is een feminine ding. Ergo, het is gelijk een gay ding. Volgens mij het algemeen komen mannen nooit naar elkaar toe voor tips, advies of wat dan ook. Dus dat voor videogame is. Dat zijn dingen die echt genormaliseerd moeten worden onder elkaar. Ja, nu we hier toch staan. Wil ik ook mijn onzekerheid met je delen. En dat is dat ik mijn borsten eigenlijk best wel groot vind. Ja. En jij hebt nog borsten. Zeker, joekels. Maar ja, ik vind die van mij dus eigenlijk ook too much. Ja. Maar dat is ook gewoon vragen mezelf, waarom vind ik het too much? Dit is 80J. Dit is zeker too much voor een trans persoon. Maar het is ook zo'n beetje van, maar waarom vind ik dit verschrikkelijk? En dan kan ik natuurlijk zeggen, dit match ik bij mijn lichaam, want ik ben trans of wat dan ook. Maar is het echt zo erg? Maar heb je dan ook nog tips voor me om meer zelfverzekerd te worden? Want jij staat hier met schouders naar achter en helemaal jezelf en helemaal blij.
En ik merk al aan mezelf dat ik denk... T-shirt aantrekken. Bedekken. Het is heel veel zelfliefde. Het is gewoon echt vertellen dat je verdient om hier te zijn. En als je naar andere mensen hoort praten met trots en blijheid over hun lichaam, zoals ik bijvoorbeeld nu doe, dan vanzelf rolt het ook gewoon weer. Ja, dat moet ik wel gaan doen. Dat hè? Moet je echt gaan doen. Goeie. Ja. Stijn, waar ben je het meest tevreden mee aan je lijf? Mijn benen en mijn kont. Okay. Jij gaat jezelf aankijken in de spiegel en noem maar dingen op waarom jij blij bent met jouw benen. Ik ben blij met mijn benen omdat ze lang zijn. Ik ben blij met mijn benen omdat ik er grote stappen mee kan zetten. Nou, ik ben ook blij met mijn benen omdat ze gespierd zijn. Dus je vindt de vorm van je benen ook mooi, zeg je daarmee? Ja. Ja? Er is toch vast nog iets meer wat je over die prachtige, geweldige benen kan zeggen? Dat ze slank zijn? Ja, ze zijn gespierd, maar op zich ook wel slank. En dat is dus heel belangrijk in deze oefening, dat er altijd meer over te zeggen is. Want uiteindelijk dingen dat je denkt, je bereikt zo'n punt dat je denkt, nou, meer is er niet over te zeggen. Maar er is toch altijd nog wel iets. Het onderste uit de kan. Het onderste uit de kan. En dan komt er nog een extra laag waar je het meest verrast zelf door gaat zijn. Wat een enorme injectie geeft in de positiviteit van je lichaamsbeeld. Nou, met deze aanmoedigende woorden van Saskia en een beetje schaamte bij mezelf, ga ik onderzoeken of ik zelfverzekerder ben geworden door naakt te shooten met Robin. Hey, hoe gaat zo'n shoot in zijn werk? Wat gaan we allemaal doen? We gaan gewoon op verschillende plekken hier foto's maken. Vee, de fotografen, die wijst me eigenlijk altijd de weg en te weten een beetje wat ik gewoon relaxed vind. En zij bepaalt gewoon de plekjes en dan gaat het eigenlijk gewoon zo meteen vanzelf. Okay. Dus we nemen je gewoon mee. Ik word niet goed. Ik word nu al niet goed. Waarom doe ik dit? Ja, op met mij. Mag ik push-ups doen van tevoren voor een beetje een soort van meer definitie? Natuurlijk. Top. Hi. Nu lig je gewoon een soort van hoppentaal, helemaal frontaal zo. Heb je ook niet dat je denkt, oh, maar dat je een soort van aan haar zegt, oh, maar misschien moet je het iets meer zo doen? Of dat jij je goede kant wil belichten? Of denk je, elke kant is goed? Elke kant. Fuck jou, Robin. Waarom ben ik niet zoals jij? Walgelijk. Gewoon lekker je ding doen, dan komt het echt helemaal goed. Ja, dan zien ze er mooi uit. Lijken ze platter. Oké. Kijk, ik weet niet of als ik zeg maar dat lijf had en wat gespierder was, ik denk dat ik me dan sowieso comfortabeler zou voelen omdat ik dus dat beeld in mijn hoofd heb dat dat perfectie is. Maar aan de andere kant, ik heb het ook nog nooit gedaan. Ik heb nooit naakt, half naakt voor een fotocamera gelegen. Maar voor alles een eerste keer. Stijn, you ready? Moet maar. You are ready. Ja, ik ben dan ready. Dan moet je ook denken. Weet je, ik ben ready. Ja. Ja. Geef ze gewoon over aan de foto en ik ga je gewoon helpen. Heel mooi. Mag je langs mij op naar buiten kijken? Ja, mooi. Kin ietsjes omlaag. Kom ik even iets dichterbij. Ja, mooi blik. Hele mooi blik. Top. Mooi. Ja, is het goed? Ja. Geef jezelf dus complimenten en leer positiever naar jezelf te kijken om zelfverzekerder te worden. Of ik ook zelfverzekerder word van mijn naaktshoot met Robin, daar ga ik nu achter komen. Yes, nice. Stijn, zou je met je linkerhand een beetje aan de handdoek kunnen zetten? Mijn handdoek, toch? Ja, jouw handdoek, ja. Mag je naar buiten kijken, Stijn? Ja, tof. Maar dit is gewoon zo grappig, omdat zeg maar, we hebben zulke andere lijven. Nee, ik vind mezelf niet sexy. Alright, nu wil ik graag een foto gewoon in je billen. In de douche. Ik heb gehoord dat je zelf sick bent over je billen. Nee, wie heeft jou ingelicht? Naakt. Ja. Ready? Yep. You are ready as well? Nee. Meiden, dit is naakt. Wacht. Dan mag je over je schouder hier naartoe kijken. Maar kijk jouw blik. How good! Die is cool! Ja, toch? De meest ongemakkelijk wat ik ooit heb gedaan. Maar ik zag net een foto en die vond ik oprecht goed. Dus
Ik word wel iets smarter. Dus ik word wel iets makkelijker ermee. Maar ik vind hem niet comfortabel. Nou, ik denk dat we hem hebben. Ik ben in ieder geval super tevreden. Godzijdank, moment. Ja. En dan weer. Wel goed, denk ik. Voelde me dus wel op mijn gemak door zeg maar, de complimenten die ze me gaf. Ja. Maar ik wil nu wel heel erg graag mijn kleren aan. Ja. Gaan we doen, zeg. Die naaktfoto's maken vond ik eerlijk gezegd vooral heel spannend en ongemakkelijk. Ik voelde me niet sexy, maar merkte wel dat het ging wennen om naakt te poseren. En ja, ergens gaf het zelfs een kick. Ik begrijp dus ook beter waarom Robin het doet en dat het bijdraagt aan zijn zelfverzekerdheid. Van Bappie en Saskia heb ik ook een wijze les geleerd. Focus op de dingen waar je wel tevreden over bent. En dat volgt iedereen die je kut over jezelf laat voelen op Insta. Tijd dus om mijn feed op te schonen. Volgende week wordt mijn kaaklijn onder handen genomen. Spreek ik Saskia over of ik nu gelukkiger ben geworden nadat ik mijn schoonheidsidealen heb nagestreefd. En is het tijd om het mannelijke lichaam te vieren in welke vorm dan ook.